Het wereldrecord langste verhuisketen probeert de gemeente Nieuwegein met vier andere partners van het nieuwe stadshuis hier te verbreken vanmiddag. En uiteraard ook heel veel Nieuwegeiners die vanmiddag meedoen. De route is 3 kilometer lang, wordt begonnen hier bij het oude gemeentehuis van Nieuwegein. En gelopen wordt, de route gaat dus naar het nieuwe stadshuis hier in Nieuwegein. Er zijn heel veel ambtenaren, maar ook Nieuwegeiners hier verzameld bij het oude stadshuis. Om de 10 meter moet er straks een persoon gaan staan. En dat betekent dat er een verhuisdoos wordt doorgegeven. En er moet ongeveer 10 zijn en dan is het wereldrecord verbroken. 3 kilometer in totaal dus, hier in Nieuwegein. We gaan kijken. Ik sta bij het stadhuis en neem als lokale burgemeester straks de eerste doos in ontvangst. Dat is natuurlijk wel een bijzonder moment. Mag je wel een hesje aan, toch? Nou, ik krijg een ambtsketen om. En dat staat een beetje gek met zo'n hesje. Dus, bijzonder persoon dus? Nou, kennelijk. Je gaat straks naar het nieuwe stadshuis. Heb je er zin in? Ja, echt. Heel veel. Heel spannend. Vertel eens, wat verwacht je allemaal in het nieuwe stadshuis straks? Ja, een geweldig gebouw en veel betere samenwerking. We elkaar sneller kunnen vinden met dingen. En veel digitaler, hè? Minder papier en... Je mag maar één verhuisdoos meenemen. Ja, dat is gelukt hoor. Ja. En dat voor juridische zaken is ook heel knap. Ja. En de rest zit thuis in de kast. Ja, dat klopt. Ja. De keten van verhuizers begon bij het voormalige gemeentehuis aan de Martinbaan buiten de binnenstad van Nieuwegein. Vervolgens in de keten richting het oude Fort Jutphaas naar de voormalige locaties van de vier partners van het stadshuis. Dat zijn de Wereldwinkel, het Welzijnswerk, de Bibliotheek en het UWV Werkbedrijf. Wel gezellig in deze hoek, want als je hier zo verder kijkt en als de camera ook eventjes meekijkt, dan kan je oneindig ver mensen zien die in de keten staan voor de langste verhuisketen. We staan te ver weg om iets, maar het is een mooie plek, dus geen probleem. Ik zie hier allemaal dozen staan, dat zijn jullie eigen dozen? Nou, weet je, in deze dozen gaan verhuisspullen van alle locaties die naar het stadshuis gaan verhuizen. Dus ze zijn begonnen bij het gemeentehuis en nu hier. En de volgende klant is de SWN waar al die dozen naartoe gaan. En dan gaat het laatste restje van de verhuizing, kijk dat doosje daar bovenop. Ja. Dat doosje gaat erin en dat gaat dan mee naar onze nieuwe locatie. Het allerlaatste wat we meenemen. De doos van de Wereldwinkel. Ja. Ja. En ik vergeet ook dat ik de banier mee moest. Hè? Ja, die gaat ook mee. Die meneer heeft alles ingepakt. Kijk eens. Ging het moeilijk? Moet je veel weggooien? Nou, het is goed zeg maar om alles weer eens eventjes kritisch door te bekijken. En weet dat dus, dat hebben we ook gedaan. En daar zijn we nog mee bezig, maar dat is in goede vaart. Heb je er zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik ben al in het stadhuis geweest en ik vind het een geweldig pand. Ik vind het ook echt een huiskamer voor mensen in Nieuwegein. En ik vind het heel mooi zeg maar, dat we de kans krijgen om daar ook partij van te zijn. Samen met heel veel andere organisaties, maar dat we dat samen doen. Mooi. Nou, en nu staan we echt in de weg, dus we moeten nu weg. Anders moeten we zelfs meehelpen straks. Succes. Dank u wel. Na 1,5 uur kwam de keten via de bibliotheek aan de Zabelsteden aan de westkant van de binnenstad terecht. Was door winkelcentrum City Plaza ging de keten naar het nieuwe stadshuis aan de oostkant van de binnenstad. 450 mensen hebben zich aangemeld, hè? Geweldig, ja, daar zijn we echt ontzettend trots op. We zijn nu eindelijk City Plaza in, want de eerste verhuisdozen gaan nu City Plaza in. Ja, die komen eraan. Dus we zijn benieuwd. We gaan het redden, denk ik. Gaan we het redden? Ja, we gaan het zeker. Hangt het nu nog vanaf? Nee, niks meer. Als ik zo naar voren kijk, ik zie iedereen staan, dus we gaan het redden. Wat een organisatie, hè? Ja, het viel niet mee, maar het was het waard. Het is hartstikke leuk. Al die mensen die meedoen en die spontaan zich aanbieden, geweldig. Heel leuk. Ja. Ben je blij? Ja. We zijn uit City Plaza uitgegaan, het oude uitgang zeg maar, van City Plaza richting het winkelplein. En die achter mij, dus het nieuwe stadshuis waar de verhuisketen eindigt. We gaan kijken naar de laatste dozen die daar aankomen. De laatste doos. En we gaan straks onthullen wat daarin zit. En die 5,1 kilometer, dat was het doel. Een wereldrecord poging. Stond tot nu toe op 3 kilometer en dat was voor Amsterdam. Maar Nieuwegein is natuurlijk veel groter dan Amsterdam, dat zult u begrijpen. Dus wij doen er geen 3 kilometer, maar 5,1 kilometer en dat is gelukt.
Blijdschap alom, het is gelukt. Nieuwegein heeft een wereldrecordpoging gehaald. 5 kilometer met 500 Nieuwegeiners. Het lijkt erop dat we het hebben gehaald. 5,1 kilometer met mensen uit de stad die dat hebben waargemaakt. En het is bijna twee keer zoveel als het oude record wat in handen van Amsterdam was. En we zijn ongelooflijk trots op dat we het hebben gehaald. Met hoeveel mensen uiteindelijk? Bijna 500 mensen heb ik net begrepen. En dat zijn mensen van de ROC, mensen van de gemeente, maar ook gewoon inwoners van Nieuwegein die zich spontaan hebben aangemeld. Het is hartstikke leuk om iedereen bij elkaar te hebben om uiteindelijk hier te eindigen. Jullie hebben meegeholpen vandaag hè, met de verhuisketen. Hoe is dat gegaan? Ja, dat klopt. Ja, dat is eigenlijk hartstikke goed gegaan. We hadden veel mensen die we in konden zetten en we hebben het aan kunnen sluiten. Het is helemaal gelukt, gelukkig. Dus, 150 mensen waren jullie van de vakopleiding die zich eigenlijk, mag ik het zo zeggen, verkleed hebben als militair? Of is het heel erg onherbiedig dan? Onherbiedig niet. Ze zijn bezig om opgeleid te worden om naar Defensie toe te gaan. En in onze opleiding dragen ze het al uit, zeg maar, zodat het hele beroepsbeeld wel duidelijk is. Alleen ze zijn nog wel in opleiding, maar we bereiden ze voor om Defensie uiteindelijk in te gaan. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer.